Heb je je ding kunnen doen bij tevreden? Ja, redelijk tevreden. Niet helemaal? Ja, dat had altijd beter gekund. We zagen je met dat bord en gegeven moment dachten we dat er wat obstakels waren. No? Wat kan je ons vertellen daarover? Want we zagen je in gesprek met een paar veiligheidsdiensten. Ja, die tasjesdrager. Of tenminste één van ze. Maar bij one, ja, verhinder me voor om een bordje zodanig te positioneren dat de president daar kennis van kon nemen. Maar hij heeft het wel heel correct gedaan, moeten we zeggen. Nou, ik vind niet dat het correct is hoor, omdat ik niet in de zone was afgebakend. Ik was waar het publiek is. En ik denk dat ik me daar vrij mag bewegen en uitdrukken. Ik heb niet gescholden, ik heb niet gedreven, ik heb niets gedaan. Ik stond gewoon daar met een bord. Wat heeft hij allemaal gevraagd? Want ik hoorde een gesprek, alleen het was niet zo duidelijk. Wat ik heb kunnen opvangen, meer was aan voor aan moment die aan adi om dit te doen. Dat is hun mening, dat protest aan een dag gebonden is, of aan een moment. En dat zij dat mogen bepalen wanneer, maar dat klopt niet. En het is niet maar één keer hoor, niet alleen toen is het gebeurd, zeker 5 keren. Dus 1 keer bij het kerkplein. Daar is het bijna tot de opstoot gekomen en zeker 4 keer op het plein zelf. De laatste keer had het een beetje dreigend, maar ik had me al voorgenomen dat ik zou niet heel lang daar blijven. Ik heb opgeroepen voor 12 uur. Ik ben 11:30 uit huis gegaan. Ik was redelijk op tijd daar. Gelukkig had ik het programma toegestuurd gekregen, want ik had eerst opgeroepen voor 10 uur. Maar toen begreep ik dat het pas 12 uur begon. Dan positioneer ik me boendap. En ik had gedacht van tot 2 uur zo, dan ga ik weer weg. En tegen 2 uur, ik stond daar dichtbij het podium waar de troepen werden geïnspecteerd. Eigenlijk als aan duurt dit 2 uur, om het goed te zeggen. Bijna toen ik op vertrek stond, ik liep dan vanuit het plein richting Gravenstraat, Klipstenenstraat. Dan mis je de laatste rollen materiële, Sammy. Dus ik maakte maar op om te vertrekken toen het een beetje dreigender werd. A president Chabord? Ik geloof van wel. Ja. Hij keek wel strak voor zich uit, maar ik stond... Als je weet waar het gebouw is van Glans, oud Glans gebouw, daar Kerkplein. Oh ja. Surposgebouw. Ja. Ja. Er is een gebouw aan de overkant. Dus hij kwam vanuit die kant om de bocht te maken richting het Surposgebouw. En daar stonden de troepen die hij zou moeten inspecteren. En precies achter die troepen heb ik post gevat en... Die mij op een bordje hebben laten gieden, en toen kwamen die veiligheidsdiensten. Dus ik denk dat hij het wel heeft gezien. Ja, hij zou wel gedacht hebben, oh god, wat doet die Curtis nou hier allemaal? Nou, ik zeg, het signaal is belangrijk, omdat er mensen op straat zijn die hij misschien niet serieus neemt, omdat een geschiedenis die ook toen Minang de Manisi, Sadina regering nou, hebben samen geprotesteerd tegen het beleid van de vorige regering. Maar op heel veel vlakken vindt het beleid gewoon voortgang, dus hetzelfde. Waarvan ze de vorige regering beschuldigen, doen ze gewoon. Begrotingstekort, noem maar op. Wat boven de norm is, ze zeggen het is beneden de norm, maar... Ja, gebrek aan transparantie was ook een van die dingen. Dus ik zeg van, als we kijken naar wat er allemaal gebeurt, de problemen in het land... En de dingen waaraan hij aandacht gaf vorige week, waren meer weka dingen, balletje trappen. Natuurlijk mag dat hoor, het mag erbij. Maar het moet niet ten koste gaan van de problemen in het land. Want daar had hij vorige week geen aandacht voor. Of een hele poos hoorden we de president niet praten over de koers die op al is geslagen. Oké, gelukkig is dat veranderd. Hij heeft gisteren een persconferentie gehouden. Daar hoef je niet eens te zijn over alles, maar je moet wel leiderschap tonen, vind ik. Je moet niet onzichtbaar zijn wanneer de problemen er zijn en die samenleving om hulp roept. Je hebt toch niet de ondersteuning gehad zoals je het verwacht had? Nee, die ondersteuning was er niet, maar er was ook geen mobilisatie. Ik ben niet de hele week op de radio geweest of oproepen gedaan. Dus de mobilisatie was niet van die aard dat je kon zeggen, je verwacht heel veel mensen op de been. En eigenlijk een beetje gewoonte van me. Mino, ik reken niet op... Hoe moet ik zeggen, op andere mensen. Of dat hun mening mijn mening hoeft te zijn. Voor mij is het meer interne overtuiging. Als ik overtuigd ben dat ik iets moet doen,
dan doe ik dat gewoon vanuit mezelf. Die motivatie komt van binnen. En daar reken ik niet op externe factoren. Dus voor mij als ze komen is het goed, is beter, is duidelijker. Maar als ze niet komen, dan doe ik het wel alleen. Maar heb je ondersteuning toch gehad van mensen, de omstanders daar, hoezeer het niet zo druk was, van mensen die je gepowerd hebben met dat bord? Absoluut, absoluut. Bijna, ik kan zeggen, ik heb geen afkeurende opmerkingen gehoord, alleen maar goedkeurende opmerkingen. Maar je weet hoe mensen soms kunnen zijn voor je gaan ze A zeggen en als je weg bent zeggen ze B. Maar over het algemeen was het instemmend geluid. Ja, maar je zei in dat vorige gesprek, dat Eva Zand druk, daar kom je terug. Maar Eva Zand nog druk, dat was het gewoon een signaal op dat moment. Nou was het niet druk, althans, je hebt niet echt, je stond niet daar met een menigte achter jou. Dus ik neem aan dat het dan toch een eendaagse actie wordt. Of zal je toch Het ergens was weer opduiken met jouw bord? Kijk, het was een eendaagse actie. Ik zeg terugkomen in die zin van als het moet, maar natuurlijk hoop je voor verbetering. Ik hoop niet dat ik weer hoef te protesteren, want dat is niet een doel op zich. Het is een middel. Ik hoop dat er correctie plaatsvindt, dat we betere perspectieven hebben, dat we eigenlijk eindelijk licht mogen zien in de tunnel en dat men zegt van hey, weet je, het gaat niet goed of het ging niet goed, maar de richting is nu een beetje duidelijker, er is een beetje rust in de tent, er is een beetje stabiliteit, vooral op het koersenfront. Dus dan kunnen we verder werken en opbouwen Maar en meer denken aan. heb je wat geruststelling dan na de persconferentie van de president? Ik ben niet helemaal eens met alles, maar ik zie dat een aantal voorstellen die ik ook had gedaan hoor, op Facebook gewoon. Zijn meegenomen. Ik bedoel, als we diesel subsidiëren en alles is duur, dus die samenleving moet je ontzien op bepaalde vlakken, bijvoorbeeld transport, noem maar op. Dus dat soort dingen zijn goed. En ik heb ook toen gevraagd, waarom moeten wij diesel subsidiëren die ook wordt gebruikt bij de goudwinning? Dat maakt toch geen zin? Zet speciale verkooppunten op bij een bepaald grens. Er is zelf mogelijk om kleur te voegen aan diesel, een indicatiekleur, dat bepaalde olie gesubsidieerd is en niet voorbij een bepaalde grens of voor bepaalde doeleinden gebruikt mag worden. Het vraagt wel een beetje meer controle, maar dan heb je niet die subsidie die eigenlijk bedoeld is voor die samenleving, voor de kleinschalige goudwinning, waar we al heel moeilijk belasting van kunnen afpakken. Dus ik zie dat soort voorstellen erin zijn verwerkt, maar het moet in de praktijk nog gaan blijken hoe dat gaat werken. In de uitvoering. Ja. Oké, in elk geval, Jokibra bord. Abort, dit jaar is niet weggezet. En nog een ding hoor, waarom ik heb geschreven, Tjan Noma Sitting. Het onvermogen om problemen op te lossen is eigenlijk manifest. Omdat elke keer wanneer we met een issue geconfronteerd worden, dan weet je al wat de oplossing is van de president. Hij gaat een werkgroep instellen, soms heet het een platform, soms een commissie, dan weer een clusterteam. Dus het heeft altijd een andere naam, maar het is hetzelfde model. En als hij dat zo van zich heeft afgeschoven, dan amang banana probleem, dan leek het alsof dat probleem er niet meer is, want het is niet meer mijn verantwoordelijkheid. Maar leiderschap is ook verantwoordelijkheid nemen en soms de knoop doorhakken, besluiten, moeilijke besluiten nemen. Dus je moet die leiderschap tonen ook op bepaalde momenten. En niet alles afschuiven met commissie hier, commissie daar. Isabida. Dus je toont me daar het onvermogen om te leiden. Dus daarom ook zeg ik van Sami Skripta Pabor, Tjan Noman. Of Tjan Noman Sitting.